en bij Petit Louis. En ik heb een hele leuke collectie uitgekozen voor de kinderen. Dit is het geworden. Een bombervestje. Achtig iets. En een heerlijke sweatjurk. Een lekker zomersjurkje met roezeltjes. Ik denk dat dit wel een favoriet van heel veel wordt. De kersenjurk. Deze heb ik nog. En daar heb ik ook een meer hoogzomerversie van. En deze een beetje een soort crepe-achtige stof, viscose. Heel lekker dun. Deze ook heel lekker hoogzomer. Schattig, hè? Ze gaan trouwens bijna alles van maat 98 tot 152. Dus ik moet eigenlijk niet schattig zeggen, ik moet zeggen stoer natuurlijk voor die grote maten. Een groen vestje. Een Nicky Velour roze vestje. En nog een stoer bomberjekje. En je kan het eigenlijk allemaal heel goed combineren. Ja, want dit groen is bijvoorbeeld hier leuk op. Maar het is ook leuk bij die. Of bij de kersen. Kijk, deze is leuk op de kers. Maar ook weer leuk bij die print. En ook weer leuk op die. Dus heel lekker veelzijdig. En ik hou ook altijd wel van een beetje printen mixen. Dus dit zou ik ook doen. Dan wordt het gewoon echt een heel stoere combinatie van. En die kan natuurlijk dan ook gewoon weer bijvoorbeeld zo. Waarom niet? Of bij die. Heel leuk. En ook gewoon bij de zomerjurk. Het is lekker en makkelijk te combineren. En kijk eens wat een leuke showroom zij altijd hebben. Het thema van het jaar is Dolce Vita. Ik loop even snel met jullie een rondje. Omdat ze 35 jaar. Omdat ze 35 jaar bestaan. Die heb ik natuurlijk niet in de winkel, maar die zijn vast ergens te vinden. Nou, dat was het. Ik ga door naar de volgende afspraak. Bij Dutch Dream Denim in het World Fashion Center. Ik ben alleen een beetje vroeg, want het is nu 10 uur en ik heb de afspraak om 11 uur. Het is wel al 30 graden, zo op deze donderdagmiddag 26 juli 2018 tijdens de hittegolf. Maar ik denk dat ze binnen wel airco hebben, dus ik ga gauw naar binnen en ik ga mezelf daar even vermaken. En ik ben binnen en dit is het allemaal geworden. Deze drie zijn voor de jongens. Het hele leuke aan deze is dat hier nog een spinnenweb aan de achterkant zit. Dus een blauwe en een beetje grijze stonewash met sleutelhanger en een lekkere joggingsbroek. Gewoon lekker stoer met dat ritsje en zo. En dan voor de meiden heb ik deze twee. Een hele mooie gele. Hij is wat minder geel dan op het filmpje, wat meer richting het oranje. En je kan hem leuk omslaan. Met een roze stiksel. En dan nog een leuk korte broekje. Achterkant niks. En er moet natuurlijk ook gegeten worden. Dus ik ga bij dit Australische restaurant even lekker lunchen. Aan de wandel. En wat ziet mijn oog? Dat kan toch geen toeval zijn? Ik ga nu naar de volgende afspraak. Mon Petit Loup. Klein stukje lopen vanaf mijn lunchadresje, maar het is nog steeds heerlijk zonnig, dus zeker geen straf. Ik ben er, Mon Petit Loup. Dit is het stapeltje geworden. Een roze softshell jasje met deze voering. Ook een gele. Die doe ik even zo. Met deze voering. En de mouwen kun je leuk omslaan, dan heb je dat roze. De kleur is veel geler in het echt dan die nu op de foto doorkomt. Hij is echt heel mooi. En deze
is ook softshell. Voor jongens bijvoorbeeld, maar dat kan natuurlijk ook best voor meiden. Ook met die leuke voering. Een mooie petrol. Vind ik eigenlijk ook heel erg unisex voor beide. En wat korter modelletje, wat rechter. En die kan je ook omslaan. Nou, dit was alle kinderkleding. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.